Het moet afgelopen zijn met het gebruik van gifgas in zeecontainers. FNV-bondgenoten vindt dat het de hoogste tijd is voor een verbod. Jaarlijks komen miljoenen containers gevuld met gifgas de Rotterdamse haven binnen. Havenarbeiders worden ziek en ook de consument loopt gevaar. Het gebruik van dit gas is sinds 2005 verplicht gesteld door Brussel. Doel: insecten en ander ongedierte buiten de grens te houden. Duizenden werknemers en consumenten komen in aanraking met dit gif. Eind november vorig jaar lossen twee werknemers een lading glas uit China, verpakt in houten dozen. Hij zegt, ja, nou, ik voel hem niet lekker, zegt hij Mevin. Ja, ik voel het ook niet lekker. Dus de brandenkeel, dus die ogen, die hersenen is iets van verdoofd. Dat is echt, het is helemaal een rare gevoel. Want ik was bezig nou en ik voelde mijn keel helemaal dichtslaan. Want ongeveer 20 minuten daarna, want riep ik mijn collega, vroeg ik aan mijn collega. Ik zei Ali. En ik kon hem helemaal niet meer reageren. Maar ja, want ik voelde me helemaal beroerd worden, helemaal niet goed. Nou ja, want op een gegeven moment, je begon mijn handen helemaal te verkrimpen, helemaal te buigen. Toen dacht ik, ja, maar dat is niet goed. Nou ja, toen riep ik nog een keer mijn collega, hij reageerde helemaal niet. Nou ja, toen dacht ik op een gegeven moment, ja, ik moet er toch uit. Maar ja, want toen wist ik nog ineens wat er gebeurde op een gegeven moment. Ja, want ineens zag ik een heel vuil wit licht, zag ik ineens. Ik dacht, ja, maar ik moet uit deze container. Weet je wat de tijd is nog niet gekomen om dood te gaan? En na verloop van een aantal minuten kwamen ze er strompelend eruit. Zijn vervolgens naar de kantine gelopen en zijn er eigenlijk letterlijk en figuurlijk omgevallen. Grote consternatie hier in huis. 1-2 gebeld. Binnen no-time was ook het hele industrieterrein was afgezet, want het bleek dat er een of ander gevaarlijk gas in de container zat. Hoe lang bent u buiten bewustzijn geweest? Ik heb wakker geworden, is 5,5 dagen. Ik ben in het coma gelegd. 5,5 dag? 5,5 dagen. Of het wat langer had geduurd, of ze hadden in de container omgevallen, dan hadden de problemen niet overzien geweest en hadden er gewoon doodgevallen. Dus je ruikt het niet, je ziet het niet, die gassen. Dus mensen weten helemaal niet dat ze met die troep in aanraking komen. Dus ze herkennen het probleem niet. We gaan morgen beginnen met een stickeractie over gascontainers. En omdat het namelijk steeds vaker gebeurt dat in die grote distributiecentra trekken die mensen containers open. Er zit een gas in en dan leggen ze gelijk gestrekt. En het blijkt eigenlijk dat maar heel weinig mensen in warehouses en distributiecentra zich überhaupt bewust zijn van het probleem. En die bewustwording willen we vandaag tot stand gaan brengen. Een goede reis, maat. Ik ben Louis Verschoor, werkzaam op de afdeling interne geneeskunde in het Rijnstaten Ziekenhuis in Arnhem. En daarnaast ook werkzaam in het Expertise Center Environmental Medicine. Daar zien we mensen die gezondheidsproblemen hebben op basis van contact met chemische stoffen. En dan met name mensen die dat contact met die stoffen hebben in hun werk. Het betreft verschillende groepen medewerkers. Het meest voor de hand ligt die medewerkers die containers moeten afhandelen. En dat kan zijn metingen moeten verrichten of daadwerkelijk de in een container opgeslagen goederen moeten uitladen. Op het moment dat niet duidelijk is of er voldoende ontgassing heeft plaatsgevonden. Je kunt je een tweede groep voorstellen van met name medewerkers die in grote distributiecentra werken, waar dagelijks een grote hoeveelheid containers aankomen en de goederen daarvan worden opgeslagen. En het niet denkbeeldig is dat stoffen die gebruikt zijn om de containers te ontgassen nog steeds in geringe mate aanwezig zijn in de goederen die worden opgeslagen. Dan moet ik eigenlijk ook weer teruggrijpen naar die zogenaamde schildersziekte. In die situatie weten we dat wel degelijk mensen die gedurende vele jaren met lage hoeveelheden van dit soort gevaarlijke stoffen in aanraking komen, uiteindelijk toch ernstige veranderingen in hun centrale zenuwstelsel kunnen krijgen en ook ernstige veranderingen in hun functioneren. Ik ben altijd gezond geweest, ik ben altijd sporter geweest. Ja, en ik was van binnen een korte tijd, binnen een paar maanden tijd, was ik ineens ruim 35 tot 40 kilo afgevallen. En ik kan niet meer ruiken, ik kan niet meer proeven. Ja, en ik zit nog steeds met al die aanvallen, zit ik nog steeds. Maar het is gewoon eng. Het is niet raar, het is eng. Weet je, want zo, ja, kijk, want zo kan je ook makkelijk doodgaan, terwijl men nog eens weet wat er nou eigenlijk aan de hand is. De stof die komt door dit apparaat, wordt die lucht die in de container zit, wordt aangezogen. Dat gaat in, hierin. En aan de hand daarvan kun je al wat waardes of lezen zeggen. Maar kunt u die container nu zo openen? Nee, dat ga ik niet doen. Waarom niet? Waarom niet?
omdat ik eerst wil weten welke stoffen erin zitten. Als ik kijk naar wat wij gecontroleerd hebben, dan kan ik in ieder geval zeggen dat 1 op de 10 containers een veel te hoge concentratie heeft. En wel zodanig dat we er iets mee moeten. Ja, je hoort hem al. Er is dus iets niet goed in deze container. Nou, eens kijken wat. We hebben te maken met een enorme hoeveelheid containers die het land binnenkomen. We hebben te maken met een logistiek systeem in Nederland wat het eigenlijk bijna onmogelijk maakt om de protocollen zoals ze er zijn fatsoenlijk na te leven. Wat is de situatie? Nou, nog hetzelfde als voorheen. Dus methylbromide kunnen we zeggen dat er dat niet in zit, tenminste. Het buisje verkleurt niet. Ik zeg niet dat het er niet in zit, maar ik ken het niet detecteren. En de fosfine, het buisje verkleurt ook niet echt. Als het er aanwezig is, dan ga je dat echt wel zien. Dus ja, we gaan blijven gewoon even zoeken. De 33-jarige transportmedewerker Laurens ter Steeg moet in de haven van Emmerich containers met pinda's openmaken. Hij moet steekproeven nemen van de lading. 'S Morgens kwamen dan de containers binnen uit de haven van Rotterdam. En die gingen dan meteen weer door. En die moesten dan even bemonsterd worden. En dan moet dan ook gemeten worden op gas. In de container zit het gas fosfine. Dat wordt gebruikt om ongedierte te doden. Fosfine tast bij een hoge concentratie onmiddellijk het zenuwstelsel aan. Bij de 9e container die hij die dag controleert, slaat zijn meter plotseling enorm uit. Korte tijd daarna raakt hij onwel. Knik in de knieën, hoofdpijn, concentratieproblemen. Ter Steeg is klaar met zijn werk en pakt de auto. Maar zijn klachten nemen alleen maar toe. Ik kon de lichten van de koplampen van de auto's niet verdragen. Ik werd weer misselijk, beroerd, duizelig. 2 dagen daarna wordt hij opgenomen in het ziekenhuis. Het ziekenhuis had ook nog een overleg gehad met een toxicoloog van de Radboud in Nijmegen. En die moest het eerst ook opzoeken in boeken, want die had het ook nog nooit gehoord. Mensen die krijgen onverklaarbare klachten komen bij de dokter en niemand denkt eraan dat er een relatie zou kunnen zijn met dit soort gassen. Alle containers die geopend worden, bijvoorbeeld door de douane of door Inspectie Verkeer en Waterstaat, worden bemonsterd. Ja. En daaruit kwam het getalletje van 15% tot 18% waar iets gemeten werd in de container. Dat wil zeggen dat er miljoenen containers een risico met zich meedragen. In ons specifieke geval zat er uiteraard zitten de documenten bij en er zat zelfs een gasvrijverklaring bij. Kortom, op voorhand zou je kunnen denken dat dat verhaal gewoon waterdicht zit en dat die container hier keurig netjes gelost had kunnen worden. Blijkt dus niet zo te zijn. Wat voor gas zat er in de container? Methylbromide. Ik heb geen zin om er over 10 jaar achter te komen dat we gewoon laks bezig zijn geweest met dit onderwerp. Omdat we gewoon met tienduizenden, honderdduizenden zieke mensen in Europa zitten die gewoon hun werk deden. Dat hebben we met de schilders meegemaakt en dat gaan we nou niet met de warehouse-medewerkers meemaken. Ik voel me net een man van 60. Ik heb via Hamburg heb ik nou wel een goede medicijn die mijn hoofdpijn onderdrukt. En zolang ik maar stil zit en niks doen, dan gaat het gewoon goed. Ik ben zeer bezorgd. Ik glaube dat we derzeit nur die Spitze des Eisberges erkennen. Eben weil so viele Untersuchungen gar nicht durchgeführt worden sind, weil wir es häufig auch mit einer Vielfachbelastung zu tun haben. Ein Container hat ganz selten nur eine Noxe, sondern da sind Begasungsmittel typischerweise verbunden mit toxischen Industriechemikalien. Das habe ich noch gar nicht erwähnt, dass wir in ungefähr jedem zweiten Container Benzol finden, eine Substanz, die Krebs auslöst. Dit is een lijst van 150 containers met hoge concentraties gas die het KPD vorig jaar heeft gemeten. Er staan schoenen, voedingsmiddelen en speelgoed op. Allemaal goederen uit containers met hoge concentraties gifgas. En dan kunnen we niet zeggen van nou, dat zit nog een beetje binnen de marge. Want gevaarlijk voor de medewerkers, logistiek medewerkers neem ik aan. Voor de logistiek medewerkers, maar ook verder als het betreft schoenen of kinderspeeltjes. Dan kan dat ook de winkel niet in. Ja, dat vindt u? Dat vind ik, ja. Als we allemaal nuchter nadenken en hoe je dat soort materiaal gebruikt, dan is dat zeer ongewenst dat het in de handel komt. Ja. Maar het gebeurt wel.
Ja. Nee, dat is absoluut, is dit risico is niet aanvaardbaar. Dit is niet aanvaardbaar voor werknemers, maar dit is ook niet aanvaardbaar voor consumenten. Dat je dus van een probleem in deze omvang, waar zoveel containers binnenkomen die gas zijn of op andere manier stoffen bevatten, dit toelaat zonder dat je weet wat de gevolgen zijn voor werknemer en consument op de lange termijn. Terwijl je dus wel degelijk kan inschatten dat die risico's er zijn en niet een klein risico, maar grote risico's zijn. Methylbromide kan lange tijd in producten uit containers blijven zitten. Dat geldt ook voor andere gassen die worden gebruikt voor ongediertebestrijding. Daarom bekijkt Bauer voor allerlei goederen uit gascontainers hoeveel gif er in deze artikelen zit als de consument die koopt in de winkel. Hoeveel onderzoeken gibt es? We hebben in ons labor, ik schätze mittlerweile etwa 4000 analysen gemacht innerhalb der letzten 2 bis 3 Jahre. En haben damit wahrscheinlich einen der größten Überblicke und können auch vergleichen verschiedene Verfahren. Het is 17 augustus 2007. In de Rotterdamse haven staat al een half jaar een container met ruim 700 kindermatrassen met gifgas. Dat brengt radioprogramma Argos aan het licht. In de matrassen zit 1,2 dichloorethaan, een kankerverwekkend gas dat in de container zit tegen ongedierte. Auf der Matratze liegen Kinder, liegen vielleicht schwangere Personen, liegen alte, kranke, susceptible Personen. Also wir haben hier ein viel höheres, eine höhere Empfänglichkeit des Verbrauchers anzunehmen. Es gibt Gefahr in diesem Falle. Wie ich würde da meinen, wenn man in einem engen Raum auf so einer Matratze über längere Zeit schläft, besteht ein gewisses Risiko, zumal wir es auch mit einer krebsauslösenden Substanz zu tun haben. Ich finde es so seriös, das mögliche Effekt, dass je gewoon ein Baby nicht auf eine net ausgepackte Matras muss legen. Wir haben in einer holländischen Firma Kakaobutter untersucht, mit sehr, sehr hohen Konzentrationen an Methylbromid. Also wenn man davon eine größere Menge isst, es war vor der Weihnachtszeit, als das ankam, also für Weihnachtsgebäck und dergleichen offensichtlich bestimmt, dann kann man davon ausgehen, dass hier verschiedenartige neurologische, vielleicht auch respiratorische Beschwerden auftreten. Im Übrigen ist es eine Substanz, die wahrscheinlich Krebs auslöst. Insbesondere der Prostatakrebs des Mannes ist assoziiert mit einer chronischen Exposition gegenüber Brommethan. Das ist gleich Methylbromid. De bedoeling van de FNV Bondgenoten is om ook wel degelijk dit probleem internationaal op de kaart te gaan zetten. En waarom? Omdat wij heel goed zien dat Nederland niet in zijn eentje een verbod kan uitvaardigen, want dan gaat alles naar de haven van Hamburg of wat dan ook. Het is ook een probleem wat zijn oorsprong vindt in Europese wetgeving. En de Europese wetgeving moet daarom aangepast worden. En daarom denk ik ook dat we in het beheersbaar maken er maar één remedie is en dat is gewoon een verbod.